Het is gewoon een beste ticket. Ah, jongen. Speel je maar. Oh, en dit. Hey, hey. Wow. Welkom bij de grote helden van de kleine velden. Dit is Touzani TV, even geen FC Straat, want dat is aanstaande zondag. Zondag. Wow. Nou, zoals je ziet is Ejoep terug. Jullie vroegen om Ejoep. Ejoep is terug en hij heeft een verse team gemaakt met de boys uit Amsterdam. Hij speelt bij Feyenoord, maar hij heeft een team uit Amsterdam, omdat hij zelf ook uit Amsterdam komt. Juriano, nog steeds de man met een van de mooiste acties uit de league. Finn gaat schieten. En Keanu gaat... Wow! Wow, wow, wow! Wow! 6-6! En ook echt een hele, hele gekke panna. Hey, Juriano. Oh! Jij gaat vandaag battelen tegen Ejoep. Wat wil jij nou weer zeggen? Een meisjeshaar. Oh joh, jullie krijgen gelijk op. Hé hey bro, dit had ik ook hè, die krullen. Wat is die? Die via waar hier, snap je? Het laag, meisjeshaar. Ben je zo jaloers op zijn haar? Nee. De battle is aan! Ejoep tegen Juriano. Ze gaan verschillende oefeningen tegen elkaar doen. Elke keer als ze scoren krijgen ze punt. Aan het einde van deze aflevering zie je dus wie er heeft gewonnen. Maar het belangrijkste is, elke zondag FC Straat op Touzani TV om 4 uur. Juriano is erbij en Ejoep is back. We gaan gewoon beginnen met penalties. Steep op pieschaar, wie er moet beginnen. Ik wil dat zij gaat keepen in de eentje. Broer, je bepaalt niet alles, hè, broer. Maar ik wil dat. Bij FC Straat heb je geen coach, daar mag je lekker zelf bepalen. Nu ben ik nog een beetje coach. Ik bepaal hier, die man gaat als eerst. Waarom? Ik was blij dat Ejoep terug was, maar ik begin mezelf echt te bedenken. Ik ben Daniel, ik ben 15 jaar en ik speel bij Wouter Academie. Kom maar. Nee! Tuurlijk niet, tuurlijk niet. Wat is er dan? Hij zegt, als ik Panenka doe, daarna ik doe ook, daarna hij doet ook. Maar hij doet niet. Waarom doe je zo lief? Hij komt tegen mij, hij zegt, ja ik ga Panenka, ik ga Panenka. Nee. Dus ik zeg, als je scoort ga ik ook doen. Oh, hij zegt, als je scoort. Ja, is goed, speel. Wat zei je? Niks, laat maar. Nee, zeg, kost redelijk. Wat zei je, Niks. Zei je echt dat jouw zusje deze zou tegenhouden? Ja. Nooit. Monster. Oh, Mareze! Mareze is terug, hè? Ze is er weer, hè? Natuurlijk! Esso, naar haar, ga naar haar toe. Wat heb je nu te zeggen? Je moet zo'n klem hebben. Ja, moet wel meer dingen. Oh, oké, okay, geflasht, hè? Oh, je hoeft dan ook gelijk. Ja, natuurlijk niet. Hij keek nog zo van, zet hij erin of niet? Ja, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Way yo, Ejoep. Oh, wie zegt Billy, hè, dat jullie dat weten. Waarom? Hoe? Ik zeg waarom. Ik zeg niet dat ik bang ben. Ik zeg waarom. Verliezen krijgt Billy. Dat is goed. Hoe doe je waarom? Dat is een straf. Dat is toch een rare vraag? Luister. Ja, Koen, jullie hebben niks gezegd aan het begin. Maar eind zei, dat ook niet, toch? Als ben je geen echte voetballer meer. Shine, jij hebt niks afgesproken. Ja, je moet wel scherp zijn. De ambulance die je nu hoort is waarschijnlijk voor billenbrand straks. Durven jullie het aan om voor Billy te spelen? Ja, dat is goed. Ja? 2-1 Juriano, hè? Besef, hij staat achter. Keepers allemaal eruit, eentje overblijven. Ik moet nog schieten. Die man, hij vliegt achteruit door mijn kracht, man. De stand is 2-1 voor Juriano, de man met het mooiste haar en ook de mooiste acties. We gaan naar 1-1. Tuurlijk niet! Tuurlijk niet! Tuurlijk niet. Hé, hey, tuurlijk wel. 2-2, Juriano, jij kan voorkomen. Oh, kom je nog of kan Kas scoren? Oké.
Hier. Drie, drie. Deze man, hij zit in jouw hoofd, hè? Hij probeert jou gek te maken. Hij wel. Hij probeert jou gek te maken. Ja. Hey. Ja? Wacht. Het is gewoon een beste ticket. Ah, jongen. Speel hem. Heb je ooit die bad om je arm gehad? Ik kan wel spelen. Ik heb drie mooie goals, hij heeft vier lelijke goals. Hij praat veel, jongen. Wat? Ik wil winnen, broer. Volg deze twee mannen op Instagram. Ze komen nu in beeld en een linkje in de beschrijving. Laf. Ik kan voorkomen, Jelle. Vies. Waarom vies? Waarom is die vies? Die jongetje is safe of zo, kijk wat hij doet. Ik ga ook bij hem doen. Stand is 5-5. Suriano, kom aan. Let op, deze keeper is gevaarlijk. Wat gevaarlijk? Die man kan niet. Ik ben gevaarlijk, jongen. Oké, 6-5. Ja, twee keer waar geweest. Ja, dus? Ja. Ik ga je voor. Wat wil je daarmee zeggen? Ik ga voordoen. Ja? Alleen dat ik voor ga. Maar je wil mij al drie keer opzij duwen, lukt niet. Het is tijd voor follies. Suriano, jij gaat als eerste. Je staat 7-6 voor. Je kan een mentale tik uitdelen aan Ehoek met zijn grote praatjes. En tot nu toe iets kleinere daadjes. Oh, wel lekker geraakt. Je dacht sowieso. Oké. 3, 2, 1. Dat is halen. Wow. Okay, nu wordt het leuk. 7-7. Mooi voor niks. Oh. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Die tuurlijk niet wordt legendary. Raakt het verkeerd? Ja, maar geen pijn. Maar hij was goed in de hoek, hè? 9, 8, 3, 2, 1. Wow! Wat doe jij, bro? Crossbar challenge. Missen, bro. Wow! Het is min 2, hè? Het is min 2, toch? Ja. Jij komt met nieuwe regels, man. Ja. Factor staat tegen PSV. Daar zijn die kruisje zag, maar niet, het kan gebeuren. Even een besefmomentje, deze boys zijn nog lang niet 16. Ze spelen voor U15 en zijn allebei pas 13 jaar. Dat hoor je goed. 13 jaar en ik heb bijna geen haar. Wie gaat beginnen? Hi. Hey Joep, kom maar. Die staat 9-8 achter, hè? Hoi. 9-9. Kut. Wat slecht. Mooi schot. Ja man, dankjewel. Niet. Broer, je hebt te veel zelfvertrouwen. Dit gaat jou tegenstaan. Zeker niet. Okay. 9-9 nog steeds de stand. Maar hey, ik zweer, ik was hier. Ik heb vanaf hier genomen. Nee, dat maakt toch niet uit. Hij schiet vanaf de 16. Hoi. 10-9. En je komt voor het eerst op voorsprong. Hey. Hij had hem moeten hebben. Ja, is genoeg, het is duidelijk. Hij had hem moeten hebben. Hij kan ook een keer een foutje maken. Ja, kan.
11-10. 11-10? Oeh, het kan 12-10 worden. Dit is gevaarlijk. De bal is normaal gemist. Laatste ronde, 1-1. Super belangrijk. Hij staat 12-10 achter, maar alles is nog mogelijk. Kom maar, 3, 2, 1, go. Juliano moet nu scoren. Als hij niet scoort, is het klaar. Het staat 13-10 voor Eyoub. Kom maar. Oh. En het is klaar. Dat betekent dat we allereerst Billy krijgen. Nee, ik werd goed. Wat ze? Waarom schiet het? Eerlijk, een penalty om appeltje te schillen met iemand is wel makkelijk hoor. Als je een pakt hebt. No look! Ja, hij is toch nu vrije trap als je durft? Ja, tuurlijk. Hij wil van vrije trap naar penalty, naar weet ik veel wat allemaal. Ga je hem nog uitgooien straks? Oh, dit. 1 op 1, 1 op 1. Eyoub maakt zijn hele eigen challenge ervan. Hij heeft net penalty gescoord. Oké, makkelijk. Van de 16 heeft hij gemist. Nu wil hij 1 op 1 afmaken. Jelle, go. Yep. Niks horen! Tuurlijk niet! Tuurlijk niet! Ja, als het een Eyoub ligt, dan gaan we nog heel veel challenges doen. Het is bijna donker. Juliano, sorry man, je gaat Billie Jeans krijgen man. En ook belangrijk, weet toch, ga je team even oppeppen. Want deze man komt met een gekke team, hè? Met die boys uit Amsterdam. Levi, Pharrell, noem het maar op. Dus zorg ervoor dat jullie ready zijn. Ga maar staan. 1 Billy. Zo dichtbij. Hé, wat doet hij? Oh, wat doe je nou? Gassa, ga. Goed. Maar hij moet goed staan. Goed dan, maar oh, dat doe je toch niet. Ziet dan. Hij deed niet pijn, hij deed niet pijn. Boys, super bedankt. We zijn ready voor de battle van FC Straat. Keepers, bedankt. We zoeken ook nog hele goede keepers bij FC Straat. Ik zou zeggen, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. Klik daar om gratis lid te worden van de grootste voetbalclub van Nederland. En wat zijn we blij. Het monster is terug.